Fem in derde plaats. Wat is jouw verhaal van deze wedstrijd? Het eerste deel voelde ik me eigenlijk al redelijk goed. Eigenlijk een beetje afgewacht. En het moment dat ik aan wilde vallen. Ik merkte dat ik het eerste deel me beter lag dan het tweede deel. Ik mis een beetje nog het cross-specifieke. Ik denk dat ik echt al sinds Val di Sol niet meer op de crossfiets echt goed heb getraind. Dus ik mis gewoon dat specifieke gevoel. En het gaat om een paar procentjes, maar... Als je met deze toppers mag strijden, dan mag je niet minder zijn dan de rest. Dus ik denk gewoon dat de komende weken zaak is dat die paar procentjes nog bij moeten komen. Maar. Ik hoorde je ook iets zeggen over je rug. Heb je daar echt last van? Goh ja, het moment dat je afstapt en je fiets schoudert, maak je met je lichaam een draaiende beweging. En het schoot in mijn rug. Het is niet per se dat... Hele grote last van had of zo, maar het is wel iets wat me beperkte in de wedstrijd. Is het ook zorgwekkend richting het WK of dat niet? Ja, dat weet ik niet, maar het zal wel goed komen. Hoe ziet jouw aanloop er nu uit richting Hogerheide? Ik vertrek morgen met team Jumbo-Visma naar Spanje toe. Eindelijk een keer op pad met de meiden. Ik heb ze al lang niet meer gezien en het is ook wel goed voor de groep. Ik heb er veel zin in, naar de zon. Geef me weer voldoende energie en de pech mag wel eens een keer over zijn, zeg maar, na al die weken. Ja. Heb je ook nog cross-specifieke trainingen gepland staan nu, zeker richting Hogerheide of dat niet? Dat wel, maar misschien is het wel zaak om nog extra in te bouwen. Dankjewel.